Ik ben Monique Kalkman en ik ben dol op sport. Als kind had ik een Olympische droom. Ik wou Olympisch kampioen worden in tennis. Ik was topfit op mijn 14e, totdat ik een dwarslezing kreeg door kanker. Het volgende moment had ik een keuze. Of ik ga achter de geranium zitten, of ik ga door voor goud. En daarna heb ik het sporten weer heel snel opgepakt. Ben ik Paralympisch kampioen geworden in tafeltennis en rolstoeltennis. Ik heb de overstap naar golf gemaakt, na een hele periode niks aan sporten hebben gedaan. Je bent heerlijk buiten in de natuur. Normaal gesproken zit ik 16 uur op een dag. En met golf zit ik in een buggy waarin ik kan gaan staan. En dat geeft mij een enorm gevoel van vrijheid. Ik kan me oprekken, ik kan een swing maken en heerlijk bewegen. En dat geeft een geweldig gevoel. De paragolf kan in de bunker. Hij kan door de rough, op de green. Hij is heel makkelijk op het hele terrein. De buggy rijdt 12 km per uur. En door op deze knop te drukken, ga ik omhoog. Kom ik in de staarstand om te golven. Ik word gestabiliseerd door een kniesteun en een romband. Ik speel met één hand, omdat ik vanuit mijn benen en mijn heupen geen rotatie kan maken. En ik heb geen rombalans door mijn dwarslezing. Mijn ambitie met golf is de beste van de wereld worden. Net als in tafeltennis en in rolstoeltennis daarna. Ik ben wie ik ben en ik hou van golf. En op de golfbaan heb je gewoon een golfhandicap en telt een dwarslezing of torticollis niet.